was in ieder geval een spectaculaire wandeling die ik nooit zal vergeten. Dat kon wel eens rekening worden. Ja, zo klinkt het wel. Ga ik naar binnen. Ik kom er zo aan, ome Kees. Onweer? Nee, dat is geen onweer. Oh? Dat is mijn maag. Ik heb honger als een paard. Wat? 1 paard? 6 paarden. Waar heb je zin in dan? Ik heb zin in appeltaart, bokkenpoten, zouten haring, hele grote kerstbonbons met saté, mayonaise, lekker heen, worstenbroodje, wetspek, leverworst, witbrood met de korst, echte boter, oude kaas, met komijn. Maar het mag ook zonder zijn. Pindakaap, kroket, hamburger, lekker vet, schuim en muisje, choppie, saus, stroopwafels, stamppotmaus, aardappels met jus, ijsje met de paraplu, borrelnootjes, bitterbal, chocolade, waterval, hazelnoot, schuimgebak, alles uit de afvalzaak, waafflip, is niet duur, alles uit de frituur, als er maar met suiker is, lekker zout en zo die mis, zak maar zeggen. Maar Leo, je bent toch een strontvlieg? Correcto, maar dit was ook toch maar het voorgerecht. Ik ben namelijk ook dol op 100 rollen koeien, kak, paarden, vijgen, ganzen, kwak, vogelpoep, dierij, varkens, doe daar goed aan mee, tak met stukjes hard of zacht, van vanochtend of vannacht, bleke poepen, zwart als dron, slappe kak of velder op, warm met rollen of lekker koud, verslecht of daar houdt, van een stier of van een koe, kalver kak is ook goed, met een vliegje koeien, zei, ben ik de koning te rijk, rund. Tjonge, wat kun je eten, Leo? Dat is nog niks. Soms eet ik wel eens op 1 dag. Appeltaart. 100 rollen bokkenpootje. Goeie kak. Zoute haring. Paardenvijgen. Kerstbonbons. Diarree. Met saté. Ganzenkwak. Lekker heen. Vogelboep. In de soep. Van de stoep. Worstenbootje met kak. Bummy bowl. Met kak. Frikandel. Met kak. Garnaal. Diarree. Schoppie. Zout. Groenewijn. Stappelsmaak.